Het is toch wel een complexe bende waarin je zit. Hè? Anders nodig ik ze een keer uit. Van het weekend. Dan leert ze kennen. Ja. Oké, dan kom jij daarna gewoon naar mij. Dan gaan we samen uitwaaien. Ja, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Je hebt dat gisteren toch niet voor mij gezegd? Wat? Dan gaan kinderen wel beginnen. Ik ben zwanger. Wat? Ik ben 6 weken ver. Is deze de echte manier om haar terug te winnen? Is dat? Terug Jezus, te winnen? Jezus, je moet zielig gewoon. Maar ik wil niet terug winnen. Godverdomme, dat gaat niet. Dat moet weg. Wat lief? Ga dat weghalen. Ah. Nu. Deze gaat ook even alleen beslissen, of wat? Zo, niet te lang meer lezen, hè. Want vanaf morgen is het een hele week op een veldbedje. Dat gaat niet zo goed liggen, hè. Gaan jij en papa nog veel ruzie maken als we weg zijn? Daar moet jij je geen zorgen over maken, zus. We trekken ons plan wel. Jij moet gewoon morgen op kamp vertrekken en je keihard amuseren. Deal? Deal. Allee. Nog 5 minuutjes en dan licht uit? Ja, slaap wel. Slaap wel. What a beautiful day. Hey, hey, I'm the king of all time. And nothing is impossible in my all-powerful mind. Wat gaan jullie dan doen? Het laten weghalen, tja. Wat anders. Echt? Tine en ik zijn het elkaar. Of ga jij mij nu vertellen dat daar niks mee gaat maken? Dat zeg je toch niet? Het is gewoon... Een abortus is dat niet niks, hè? Er is geen andere optie. Alleen maar een toekomstgedere kind met ouders die al het een zijn nog voor het geboren wordt. Plus, er komt er alleen maar meer ruzie van. Ik zie het al gebeuren, jongen. Op maanden leeftijd terug in de pampers. Zot. Elke nacht 3-4 keer het windist. Mexicozie sleuren, babyporkjes, denk het niet. Geef er nog maar één. Hij moet nog rijden. Wat zegt Tine er eigenlijk van? Denk je dat Tine dat zomaar wil laten weghalen? Dat kreeg hij toch nooit over haar hart? Kom aan, Bartje kind toch ook? Of dacht jij nu echt dat hij dat... Daar had ze dan maar om moeten denken op voorhand. Ja? Toen ze stopte met de pil bijvoorbeeld, zonder het tegen mij te zeggen. Het is haar probleem, jongen, dat ze het zelf oplost. Kom maar, jongen, dat is geen kapotte auto, hè. Bart, het is nu zo. En dat is voor Tine ook niet gemakkelijk. Die heeft er ook niet voor gekozen. Allee, moet ik nog compassie krijgen ook? Ik wist het, jongen. Ik wist het. Dat jullie altijd haren kent kiezen, dat is ongelooflijk, hè. Echt waar. Zij stopt met de pil, zij neukt met Steven. En Bertje is weer de schuldige, hè? Ik heb het weer gedaan. Altijd zo. Wij kiezen hier geen kant, Bart. Wij zien jullie alle twee even graag. En wat dat de beslissing ook wordt, wij gaan dat steunen, echt waar. Maar we gaan met haar moeten praten. Hm. En je gaat moeten aanvaarden dat dat bij haar niet zomaar weg is. Zet. Kom aan, we zitten met mijn whisky. Hey, maar als jij nog één drinkt, dan ga jij wel bij ons blijven slapen. Jullie nog iets? Nee, dank je. Said the brains I had went to my head.
Gaan we die met zijn kleren aan laten slapen of wat? Misschien moeten we zijn broek uit doen. Hey, niet te familiair, hè. Zo, ik ga een emmer gaan halen voor het geval dat hij moet kotsen. Dat is goed. En ik zal wat water gaan halen. Alex? Ja? Kom eens. Wat dan? Kom eens. Eerst. Hé. Ja? Ik hoor dus wel terug, papa. Hè? Ja. Sus, slaap jij hier? Hè? Ja, papa komt vandaag niet thuis slapen en ik wou je niet wakker maken. Waar is papa dan? Hij blijft bij Alex en Elias slapen. Zegt hij. Nee, schat, dat is ook waar. Alex heeft mezelf een berichtje gestuurd. Zijn jij? En een beetje zin in morgen. Beetje nerveus. Kun je daarom niet slapen? Komen jullie samen naar de bezoekdag? We zullen zien. Gaan jullie dan beloofd geen ruzie maken? Ja, beloofd. Maar ik kom aan mijn slaap. Hm. Moet jij je kussen niet hebben? Ik zal het straks wel komen halen. Ik zal het wel komen brengen. Goedemorgen. Goedemorgen. Slaapt u nog? Ja, er strak was me toch nog hard ontstuurlijk. Ik ben je toch een beetje aan de tand. Dat wij er nu precies tussen zitten. Hier. Merci. Ik hoop dat hij er niet kwaad is dat hij is blijven slapen. Wat hadden we anders moeten doen? Hem naar huis laten rijden en dan voor ongelukken zeker. Nee, nee. Ze zal het wel begrijpen. Misschien was ze zelfs opgelucht dat hij niet thuis is komen slapen. Eindelijk even rust. Mm. Misschien wel, ja. Misschien moeten we hem adopteren. Nee, daar begin ik niet aan. Eigenlijk is dat wel typisch, hè. Voor hetzelfde geld laten ze dat zomaar weghalen. Misschien kunnen ze het ook beter aan ons geven dan. Zo'n klein baardje? Nee, laat dat maar. Goedemorgen. Hoe is het met het kopje? Wil jij eten? Nee. Ik moet zelfs door. Mijn Bengels vertrekken straks op scoutskamp. Ik wil ze graag nog even zien. Heb jij je nummer moeten gebruiken vannacht? Nee. Zo zijn we eigenlijk hier gerokt. Ik kan er precies weinig van die. Ik ben met uw auto gereden, dat leek mij het verstandigst. En staat geparkeerd op de hoek van het stadspark. Top. Koffie? Ja. Even spissen. Nog altijd geen idee wie dat er komt. Oh, we koken gewoon voor 8 man. En als er iets over is, steken we dat dan in een diepvries. Hè? Het gaat niet om dat eten. Het is gewoon zo stom, al dat gedoe. Nu is de Pieter aan het twijfelen om te komen, omdat Sarah misschien komt. Hoe?
Heeft ze al iets laten weten misschien? Nee. Die negeert alles en iedereen al 2 weken. En dat jacht de Pieter op Stang natuurlijk, want hij heeft er ook al keiveel proberen bellen en sturen. Ja. Maar ja, dat gij zijn mes ook altijd. Hè. Misschien moeten Pieter en Saar gewoon een keer met elkaar praten, face-to-face. Dat zal al heel veel oplossen, denk ik. Dat is toch helemaal anders dan via die gsm? Ja. Of klink ik nu gelijk een oude zak? Nee. Merci, ja. Bart, zal jij straks, als de kinderen weg zijn, toch eens niet met Tine praten? Waarom? Allee, wat valt er nog te zeggen? Ik weet niet. Blijf je bij je standpunt? Ja. Zijn nu echt wat je wilt? Je weet toch nog wat je van de nacht tegen mij gezegd hebt? Dat je terug papa gaat worden? Oh. Als je zet, ze zeggen zoveel. Wat er nu toch eens gewoon. That's more than enough. I will bring down that man. Don't you think that I can? Everything is a wave. Let us try to be brave. I will follow morning drums. Paint your picture in my songs. Blijf je niet eten? Nee. Zeg, wanneer zien we Lucas nog eens? Ja, met die nieuwe regeling zie ik hem zelf minder. Maar ik zal mijn best doen. Oké. Okay. Zeg, je wasman staat klaar aan de trap. Hij vergeet ze niet mee te nemen. Hè? Dank u. Er zijn een paar stukken van Saar bij. Kwam die niet terug deze week? Ja. Is haar stage gedaan dan? Mm-hmm. Komt ze voor goed terug? Niet echt, nee. Ja, maar blijft ze langer in Londen? Hey. Hey. Wat scheelt er? Niks. Saar blijft langer in Londen. Hè? Ja, het is eigenlijk gedaan met Saar. Oeh. Waarom? Ze heeft een job gekregen in Londen. Ah bon? De jobs hier in Antwerpen waren niet goed genoeg. Ik heb geen goesting in uw commentaar, pa. Oké? Okay? Ja, ik kan die dan niet op en af komen. Nee, dat was te moeilijk. Ja, Sava, je hebt gelijk. Ja? Ik heb me gewaarschuwd. Ben je blij? Ik zeg niets, hè. Ik heb nu juist de factuur van Georges betaald. Dank u, pa. Ja, dank u. Ah, dat is anders ook wel een duur grapje, hè. Van Madame Londen. Oh, ik ben door. Jongen, je mag je was hier laten, nee, hè? Ik zal hem zelf wel doen. En vergeet u een andere was niet mee te nemen. Binnenkomen. Ça va, met u? Ça va. Heeft de bier gestuurd? Nee. Nee, ik wou gewoon even babbelen. Je laat niks van u horen. Je antwoordt niet op ons berichten. Sorry, maar mag ik het eigenlijk een klein beetje kinderachtig vinden? Dat mag. Hoe lang blijft je? Kijk, Nora, ik dacht dat duidelijk was dat ik wat tijd voor mezelf nodig had. Dat kan wel zijn, Sarah. Alleen zitten wij met een hele hoop vragen. Zeker Pieter. Kun je het hem kwalijk nemen? Die gast verdient een uitleg. Sarah, dat is het minste wat je kunt doen. Praat met hem. Ga dat doen. U hier blijven verstoppen totdat je terug naar Engeland moet.
Het is gemakkelijk hè, als je daar zo ver weg zit in Londen, terwijl dat de Pieter hier elke dag wordt... Ik ga niet terug naar Londen. Hoe? En je job dan? Die gaat niet door. En dat kan zomaar? Blijkbaar. Als dat niet doorgaat... Jij woont hier terug. Ja. Ja. Ik heb moeilijk zonder job daar een appartement gaan huren, terwijl ik dit ook moet afbetalen. Waarom heb jij dat niet gewoon tegen ons gezegd? Ja. Sarah gaat naar het grote Londen om het te maken. En 2 weken later sta ik hier terug zonder een frang. Iedereen lacht zich kapot. Het is tijd. Kom. Alle zakken in de auto. Maar papa is er nog niet. Ja, die zal er straks wel staan. Kom, hup, alles in de koffer. Zeg, als jij 2 weken bij de scouts hebt gezeten, dan stinkt hij jou veel harder. Geef ik je het ook nog een knuffel? Veel plezier, hè. Wil jij hier nog eens uit terugkomen? Natuurlijk ben ik hier nog. Hey. Kom, Rob, het is tijd. Hup. Zeg, we moeten eens praten. Dat werd gisteren nog thans heel duidelijk. Ja. Kunnen we het dan straks even doen? Ik kom straks in huis. Oh. Nou, waar ga je dan? Wat denkt u? Klaar. Allee. Nu dat je in België blijft, kun je het misschien goed maken met Pieter. Ik ben er zeker van dat hij je nog graag ziet. Ik ga wat tijd vragen, maar hij gaat u dat wel vergeven. Met Pie. Dat is voorbij. Ik snap het gewoon niet. Jullie waren zo goed samen. En nu dat Londen er niet meer is, staat er niks in uw weg. Dus... Je zag hem toch ook graag? Ja. En nu ineens niet meer? Niet genoeg. Dat geloof ik niet. Kijk, ze hebben me gebeld om naar Londen te komen. Ik ben toch direct gegaan? Dat is echt genoeg. En als ze me morgen bellen, ben ik direct terug weg. Oké. Okay. Wat is het plan, Saar? Pieter vergoed ontwijken, ons uit uw leven bannen. Antwerpen is klein, hè? Iedereen is toch kwaad op mij. Je hebt in het verleden al het een en het ander uitgestoken, Saar. Dat wil je toch ook vergeven? Het is een grote deze keer. Maar je kent ons. Niemand gaat u laten vallen. Dat weet je toch. Leg dat gewoon uit. Zeg sorry. En in het begin gaat dat wat moeilijk zijn. En dan... Nee? Dat gaat niet. Kom dan vanmorgen. Nee. Nee, we zijn direct weg. Oh, naar waar gaan we? Nou, ik heb dat toch gezegd, we gaan ervan uitwaaien. Oké. Okay. Je zult het wel zien. Nu is het? Ça va. En de kinderen? Goed vertrokken? Ja, maar juist op tijd. Bart was weer te laat. Enfin, ik had er vandaag niet over hebben. Ik ga niet zagen over. Allee, verraad. Hij geeft die sleutel maar hier. Maar ik wil ik wel rijden? Nee, ik rij. Jij moet vandaag aan niks denken, even alles vergeten. Oké, okay, merci. Four seasons in one day.
lying in the depths of your imagination. Worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. They are the coffee. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day. Jij meent dat of wat? We gaan echt zeilen. Ik heb toch gezegd dat we gingen uitwaaien. Oh ja? En jij kunt daar dan mee varen? Ja, geleerd van papa. Dat is tof. Hier is hem, hè. Ja, ik heb echt nog nooit gezeild. Dat was ook niks voor de Bart. Ja, die worden al mottegassen. Sorry. Well, we spreken af. Vanaf nu een euro in het potteken als we die naam horen. Ja, deal. Dat is goed. Kom aan. Dank je wel. En die is dan van u? Nee, die is van mijn broer. Gevierd, hè. Dat is al last, hè. En zal ik u eens leren zeilen. Ik weet niet of ik je dat ga kunnen. Oh, jawel. Hoe was het vandaag? Goed. Druk. En jij lang thuis? Een uur of twee. Wat was dat over het huiswerk maken? Ja. Hier. Ik heb wat dingen afgedrukt. Adoptie? Mm-hmm. Duurt dat allemaal niet heel lang? Een jaar of acht of zo? Ja, maar dat schijnt is aan het beter. Nu zou dat nog maar 4 tot 6 jaar duren. Al ja, dat staat erin. Tegen dan zijn we oude mannen. Spreek voor jezelf, hè, Bomba. Ik dacht dat het over onze trouw ging gaan, dat huiswerk. Dat komt nog, straks. En heb jij niks afgedrukt over draagmoederschap? Want dat is ook een optie, niet? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat is vrij ingewikkeld. Je hebt sowieso een eicel nodig en een draagmoeder. Ja, maar ik zou het toch wel eens willen bekijken. Charge receiving. Copy. Train's ETA is 3 minutes. 3 minutes! Moet niks drinken? Ik heb nog een lekkere fles wijn bij in de coolbox. Nee, merci. Ik zou niet zeeziek willen worden. Dat zou ik een beetje jammer vinden. Nu, zeeziek worden met deze wind, dat gaat wel meevallen, denk ik. Ja, straks misschien dan. Dat zou wel erg zijn, hè. Moesten er niet tegen kunnen. Hè. Hoe zouden we deze meer kunnen doen? Hè? Een keer naar Antwerpen varen of een midweekse Waddeneilanden. Hè? Ja, dat zou tof zijn. Weet je wat mijn grote droom is? Dat is een boot huren in Kroatië of in Griekenland. Hè. Hm. Ja, dan kunnen we dat samen doen. Hè. Dat zou tof zijn. Dat zou tof zijn, ja. Ça va? Ja, ça va. Is dat wat we willen, zo'n kindje laten maken? Is dat nu net het punt van een kind krijgen, dat van uw eigen is? Ik ben wel benieuwd wat die vrienden van u van mij gaan vinden. Zeg, zo oud is hij nu toch ook niet? Zeg. Sorry. Ik weet dat je het je anders had voorgesteld. Echt? Echt?